Het ministerie van Regionale Ontwikkeling ondersteunt een onderzoek van hoofdbeleidsmedewerker Prithvi Jayaram over hooglandrijsindustrie in Suriname. Jayaram is van het directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland en is pas afgestudeerd van het Polytechnic College van Suriname als Master in Business Administration in Innovation and Technology. In zijn onderzoek heeft Jayaram een waardeketenanalyse verricht van de hooglandrijssector in het binnenland. Hij heeft een duurzaam werkmodel ontwikkeld ter stimulering van de sector. Het ministerie meldt in een persbericht dat het onderzoek helemaal past in het beleidsprogramma van RO. De aanbevelingen en resultaten van dit onderzoek zullen daarom in de beleidsuitvoering worden meegenomen, zodat invulling kan worden gegeven aan de doelstelling om de agro-industrie in het binnenland duurzaam te ontwikkelen.